Ze zijn er nog, marcherende militairen in Assen. Het kabinet wil de kazerne eigenlijk sluiten, maar dat wordt op het nippertje voorkomen. Tijd dus om de hoofdrolspelers te bedanken. Ik vind het vooral een groot compliment ook aan de mensen hier, want ik weet dat men in Assen gewoon echt heel erg zijn best heeft gedaan om onder de aandacht te brengen, ook in Den Haag, dat het ongelooflijk belangrijk was dat de kazerne open bleef. Op het plein krijgen 80 leerlingen van het schoolbataljon Noord hun certificaat uitgereikt. Want na hard zwoegen op het oefentrein Havelte hebben de jongeren hun algemene militaire opleiding afgerond. De veldpet mag af en de baret mag op. Hier staat het bomvol met mensen. Mensen van de politiek zijn erbij. Echt in principe veraard dat zes staat hier. Dat maakt het mooi. Maar ook voor de burgers, zeg maar, om dan toch te kunnen zien hoe dat dan te werk gaat. Dat je dat normaal niet meemaakt. Honderden mensen kijken vanmiddag naar de ceremonie op het Koopmansplein. En iedereen heeft zo zijn eigen band met de Johan Willem Friso kazerne. Nou, ik voel me een beetje betrokken bij de kapel. Mijn man was oud-lid, dus het heeft toch wel, ja, iets emotioneel voor mij, ja. En wij zijn blij dat de kazerne dus open blijft. Het geeft ook handel voor de economie, heel goed, voor iedereen goed. Houden zo. Het comité voor behoud van de EWF-kazerne krijgt bijna 8000 reacties op het sluiten van de kazerne. Ze zijn gebundeld in een boek dat vandaag werd overhandigd.